en is nu op de dag vlog. Het is alweer de ene laatste dag hier, want morgen vliegen we alweer terug naar huis. Hele gasp in de kast. Ik ga een wandelingetje maken met Ramon. Omdat het zo lekker weer is, ik heb een sportoutfit aangedaan. Maar ik heb een ander Apple Watch bandje om. Ik heb mijn sportoutfit aan, terwijl gaan handelen. Maar ja, ik had helemaal sportkleding meegenomen en zo. Want dus het gaat misschien hard lopen en zo. Maar het is wel gewoon lekker om even een sportoutfit lekker te gaan wandelen. Omdat je dan, ja, waarschijnlijk toch wel gaat zweten met het weer. Dus ik heb een topje aan van Gymshark. Boekje van Able en mijn New Balance. Ik ga even mijn Apple Watch omruilen qua bandje. En dan gaan we die kant op. Let it be the first thing. Let it be the first thing. Let it be the first thing. When you come home to me. Ramon uit zijn bed getrokken vanochtend. Van kap, we gaan wandelen. Maar het is echt zo lekker. Het is wel echt heel warm. We hadden echt wat eerder weg moeten gaan, maar heerlijk. Terugkom, gelijk dan een duikje zwemmen. Ja, ik kan geen genoeg krijgen van het weer. Echt niet. Echt zo tof. We gaan even boodschappen doen. En we gaan jullie even laten zien wat ze hier allemaal hebben bij deze supermarkt. Want het is een import supermarkt. Dus het komt eigenlijk allemaal een beetje rechtstreeks uit Nederland of zo. Dus we gaan even kijken. En laten zien aan jullie wat er allemaal is. Let's go. Ja, het is gewoon een buitenlandse supermarkt. Ja. We hebben even lekker gewandeld. Zoals je kan zien heb ik het heel erg heet. Maar ik ga nu ook niet douchen, want we gaan lekker naar het strand. En dan ga je ook weer in vies zeewater en zo. Kijk, dit is het jurkje wat ik dus nu aan heb. Dit is een nieuwe jurkje van de website. Volgens mij is het een roze jurkje. Het roze strandjurkje. Hij is ontzettend leuk. Die kan je dus gewoon lekker over je bikini doen. Ik heb hem ook in het zwart en het goud. En ik vind hem zelf super leuk. Omdat hij dus een beetje doorschijnt. Zie een klein beetje lichtjes je bikini. Maar kijk, mijn bikini. En deze zie je dan iets minder goed. Het chloor is hier niet helemaal schoon van het zwembad. Dus al mijn witte bikini zijn hier een beetje groen geworden. Ik kan er wel van janken, want ik vind het echt super zonde. Maar dit is het jurkje dat ik aan doe. Met daaronder de Inspire slippertjes in het goud. Ook van de webshop. En deze grote hartje oorbellen. Ook van de webshop. I love it. We hebben even wat aardbeidjes gehaald bij de supermarkt. Toen we op de terugweg liepen van het wandelen. Verder hebben we even snel een croissantje gegeten onderweg. Want we wilden eigenlijk stokbrood halen voor iedereen. Maar iedereen is blijkbaar onderweg naar het strand. Om daar te eten. En ik denk dat wij ook daar gewoon gaan eten. We hebben gewoon even snel een klein croissantje gehaald. En wat aardbeidjes. En wat water. We hadden wel dorst. En wat snoepjes trouwens. En Pringles. Super lekker. En een hele bak met aardbeien. Maar in ieder geval, deze is zo lekker. Normaal heb je dus echt met aardbeien dat je echt suiker nodig hebt om het zoet te maken. Maar deze. Ze zijn letterlijk perfect. No joke. Echt heerlijk. Iedereen is al weg. Het is inmiddels ook alweer 11:30. Want ik ga natuurlijk eerst wandelen. Maar iedereen is al naar Javea, aan. Naar het strand waar wij ook heen rijden. Zo eventjes rijden, langer dan een half uurtje. Dan gaan we daar gewoon heel dag een beetje lekker liggen. Met iedereen gewoon even wat lekker eten. Niet avond eten. Ik denk dat we hier gaan barbecuen. Omdat er echt super veel vlees over is. Want de familie heeft zeg maar deze week twee keer gebarbecued. Wij gingen dan telkens uit eten. Maar ze kochten telkens veel te veel barbecue spul. Dus dat moet natuurlijk even op. Maar ik had heel op Ramon. Hij schreef aan het insmeren. En dan gaan we de kant op. Aangekomen naar 40 minuten rijden in Pierfea Beach. Ik ben moe vandaag. Echt moe. Handdoekjes pakken. En dan gaan we hun even opzoeken. Als het goed is hebben we hun lekker bedje geïnspireerd voor ons. En dan gaan we daar lekker chillen. Lekker, lekker, lekker liggen op het strand vandaag. Het is hoe laat? Nou, 12 uur. Best redelijk toch? Als je even hebt gewandeld, een beetje hebt gegeten. Nu laat het
nog een half, nee, 3 kwartier heb gereden. 12 uur. Het kan erger. Wat? 12 uur, 11:45. Ah, ja, wow. Vallen wel mee, hè? Toch? Ja, niet verwacht. Nee. Nou, we zitten bij Shabada. Even lekker een smoothietje. En Ramon heeft cola. En we hebben wat eten besteld. Als lunch. Dus we gaan even lekker wat eten en daarna gaan we lekker to the beach. Chop, chop, chop. Bon appétit. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hoi. 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 Wij liggen lekker op het strand. Ja, op vakantie. Op vakantie. Ik heb een nieuwe vriendinnetje. Ja, leuk man. Daar is de. Ja, maar ik kan haar niet zomaar filmen, Poppy. Dus dan heb je een nieuwe shirtje gekregen. Mooi. Dan, wat zeg je dan tegen papa? Dankjewel, papa. En mama. Doei, oma. Tjallas. Wij hebben lekker op het strand gechilld, lekker in de zee gezwommen en het is nu alweer 5 uur. Het zijn wel bruinig geworden deze week. Ik wel. Ja? Lekker verkleurd. Pas wel. Dit beeld lijkt het misschien even niet zo, maar wat bedoelde je dat niet? Je zei toch, we zijn lekker verkleurd. Ja. En toen zeg ik ja, en dan zeg je heu ja? Nee, dat is een vraag. Zijn we al een beetje verkleurd? Zo vaag. Dat is een vraag aan jouw vlog. Zijn Geef je dat wij zijn verkleurd? Dat is de vraag van Ron. Nou, wij gaan nu weer terug naar het huisje. We gaan vanavond lekker barbecuen, dus we gaan zo even lekker douchen. Koffer inpakken, want morgen vliegen we weer terug naar huis en moeten om 10 uur het huisje verlaten. Het is avond, ik loop hier met een mummy. Hallo mummy. Mummy, waar ga je naartoe? Mummy. Mummy. We gaan lekker eten, lekker barbecuen. Hallo. Hallo Stan. Ik heb lekker een linnen. Setje aan, very cute. Hey, good boys. Lekker barbecuen. Oh, asperges. Ja, dat is voor jou. Fucking lekker. Zijn die nou niet zo lekker? Not? Nee. Ik wel. Ja? Wie nog meer? Wie heeft het gehaald dan? Patrick. Ja, ik vind het vet lekker. Ik kan ook wel stukjes courgette snijden. Kunnen we ook op de barbecue leggen misschien? My guess. Ja? Is goed. Laatste avondje met mij, Patrick. Ja. Helaas. Eindelijk. Eindelijk voor mij af. Geld. Wij gaan even wandelen met de fam. Een ijsje halen. Lekker. Laatste avond. Zo snel gaan. Ja. Oh, dat kan niet. Ik moet van deze leren dat ik jou niet mag trekken. Jij bent leden. Oh, dat heb ik op de vlog, Jaloe. Ja, dat gaat erin. Snelle stunning money, snelle stunning money. Ewa, 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 we zijn weer terug in het huisje. Wat drinken pakken en ga een spelletje doen, dan ga ik lekker naar bed. Ik heb de handdoeken gevonden.
Oh, toch, waar dacht je? Buiten aan het hekje allebei. We hebben onze koffers eventjes ingepakt. Want we gaan morgen natuurlijk alweer weg. Dus morgen vroeg even het laatste. Maar daar hebben we in ieder geval eventjes meer dan de helft even ingepakt. Dan hoeven we dat morgen allemaal niet meer te doen. Beter. En we hebben twee motten. En dat scheetje was een beetje nat. In mijn jas. En die twee motten. Die wonen er pas. Good night. Tot morgen. San, er ligt geld op tafel. 1 euro. Mijne. Wat is dat? Van het spel. Nep geld? Oh. Gaan we weer naar huisje. Stok uit je mond dan. Zij zit er een cavia overheen geplast. Cavia. Let's go. Iedereen een hoesje gekocht, maar niemand heeft zijn eigen hoesje meer. Deze heeft Stan. Die van Simone heeft Loetje nu. Ja, Patrick. Afscheid nemen van onze mooie villa. Naar Kalpen. We gaan even wat lunchen, of ja, ontbijten in Kalpen. Want het is natuurlijk weer een crepe met Nutella. Mama heeft een heel groot broodje. Of ja, het broodje valt wel mee. Het bord is gewoon heel groot. En ik heb scrambled egg en de rest moet nog komen. We gaan weer borden. Tijd om naar huis te gaan, naar Nederland. De week ging echt heel snel voorbij. Ja, dat is niet normaal. We waren hier vorige week dinsdag aangekomen, het is nu weer dinsdag. Ja, het voelt echt. We zijn langer dan een week geweest. Het voelt alsof we hier 2 dagen tijd geweest. Vol die hitte. Zo. Oké. Okay. In Nederland is ook nog steeds warm, dus ik heb nog steeds een korte broek aan. Jij ook? Ja. Kan wel, denk ik. Alleen in de lucht kan het een beetje heel koud zijn, maar ja, met 2 uurtje vliegen. Nou ja, dus. Ik denk dat het wel mee valt. Benauwd. De vlucht ging hartstikke goed. We hebben echt een hele leuke vakantie gehad. We zijn net nog eventjes langs McDonald's gegaan. Het is nu alweer 11 uur 's avonds. Dus we gaan lekker slapen. Van een morgen weer een normaal leven. Helaas. Zo genoten. Ik vind Spanje zo leuk. Het is ook echt een leuk deel van Spanje. We zaten in Benissa dus. Naast Kalp, vlakbij Alicante, vlakbij Valencia. Zeg maar een beetje daartussenin. Dus heel leuk gehad. Dus we gaan nu nog even extra naar de beach kijken. En dan gaan we lekker slapen.
Ik hoop dat jullie de Spanje vlogs een beetje leuk vonden. Vonden jullie dat leuk? Dan duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Doei! Se acaba, se acaba.